bent u blij met Amstelveen? Jawel, ik woon er graag. Waar wordt u dan zo blij van? Ik woon hier in de buurt, openbaar vervoer is goed. En veel culturele dingen. Schouwburg. Jammer dat de bibliotheek weg is. Daar heb ik ook 3 keer naar de gemeenteraad geschreven. SP die kwam hier nog met een kraap. Dat hij ook daar niet mee eens was. Maar dat vind ik heel erg jammer. Want dan moet ik elke keer met de tram naar Westwijk of naar Stadshart. Dus dat soort, ja. Ja, en ik loop niet makkelijk. Ik ben 80 jaar, dus dan is me dat wel afge... Ja. En nou is de bibliotheek, hebben ze daar een alternatief? Kan je boeken dan ook wel lenen, maar dat is wat bij de meent? Of... Bij de meent hier, ja. Nou ja, dat is wat oudere genre. Ja. Dus verder goed. Ik heb een dokter hier. Nee, het is gewoon prima. Hoe lang woont u hier al? 32 jaar. En waarom bent u hier ooit heen verhuisd? En werk hè, voor mijn man. Die werkte bij Fokker. Bent u van plan hier altijd te blijven wonen? Ja. Ja, altijd. Wat vindt u nou de mooiste plek in Amstelveen? Nou ja, ik vind het bijvoorbeeld Stadshart wel erg prettig. Vanwege aanbod van kleren of nou van wat je nodig hebt. En dan wat cultuur, hè? Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Bent u blij met Amstelveen? Hartstikke blij. Ik woon er met zoveel plezier. Ik woon er nu ook 30 jaar geloof ik. We hebben eerst elders gewoond, maar de laatste 30 jaar bevalt prima. Ja? Waarom bent u hierheen verhuisd? We woonden eerst in Papendrecht. Nou, daar wil je niet doodgevonden worden. En toen hebben we via een woningruil hebben we dus verhuisd naar Amstelveen. Daar komt mijn vrouw vandaan. En toen wilden we weer terug naar Amstelveen. En dat bevalt prima. Dus Amstelveen is veel leuker dan Papendrecht? 1000 maal leuker. Wat is er dan beter aan? In Papendrecht? Nee, ik ben nog nooit geweest. Moet je nooit naartoe gaan. Moet je niet doen. Nee, het is, geen prettige omgeving. Onder de rook van Rotterdam, dan zegt dat niks. Want niks te nadelen van Rotterdammers, maar er zitten te veel Rotterdammers. En het is, ja, het is een dorp. Het is echt een zondag, is alles dicht, behalve de brievenbus. Dus daar word je niet vrolijk van. En zou je misschien dingen willen veranderen in Amstelveen, als dat kon? Ja, men wil altijd wel veranderen. Veranderen om te veranderen is natuurlijk niet zo handig. Veranderen om te verbeteren is natuurlijk wel verstandig. En dan valt vooral op het gebied van verkeer, denk ik, en veiligheid, valt er wel het een en ander te doen. We hebben nou gisteren weer die steekpartij bij Puurnes gehad. Dat soort dingen komt wel heel erg dichtbij. Maar ja... Het kan overal gebeuren. Ik wil net zeggen, hoe wil je dat voorkomen? Je kan alleen maar proberen om het een beetje veilig mogelijk te houden. En wat het verkeer betreft is het iets makkelijker. Ik heb de wethouder gehoord over rotondes. Dat zie ik al zitten. Dat lijkt me wel veiliger. Bent u blij met Amstelveen? Of ik blij ben met Amstelveen? Wat moet ik daarover zeggen? Ik woon hier al een paar jaar, maar ja, ik... Zijn er goede voorzieningen? Vindt u het mooi groen? Of... Ik moet wel zeggen dat het heel hoop groen is, ja. En nou, vooral hier vind ik het wel oké. Rustig wonen, alles. Dus ja. Wat vindt u nou de mooiste plek in Amstelveen? Dat weet ik niet eigenlijk. U hebt geen favoriete plek waar het liefst heen gaat? Nee, ik ga niet zoveel hier ergens naartoe. Ja, dat is eigenlijk overal wel goed. En zou u misschien iets willen veranderen in Amstelveen? Nou, wie ben ik om daar wat aan te veranderen? Niet iets waar u zich aan ergert? Ja, je kan je overal wel aan ergeren, toch? Ja, dat is waar. Dus, nee. Niks? Nee. Ik vind het toch prima zo eigenlijk. Ik woon hier rustig, dus wat dat betreft... Niks te klagen? Nee. Niet echt, nee. Okay. Bent u blij met Amstelveen? Ja, heel blij. Ja, waar wordt u dan zo blij van? Nou, het is een mooie gemeente. Veel winkels en een hele prettige gemeente. Hoe lang woont u hier al? Nou, nog niet zo lang. Nog een jaar. En waarom bent u dan hierheen verhuisd? Omdat we op de rand van Amsterdam en Amstelveen woonden. Wat vindt u nou prettiger? Beide. Ik vind beide prettig. Maar... Amstelveen is heel goed. Amsterdam is heel goed bereikbaar vanaf Amstelveen. Dus, je kunt rustig naar het theater, alles. Je hoeft echt niet meer de auto te gaan. Dus. Nee. En als u iets zou kunnen veranderen in Amstelveen, wat zou u dan willen veranderen? Nou, dat weet ik nu nog niet, omdat ik er eigenlijk te kort woon. Ik ken Amstelveen wel jaren al, maar dat zou ik nu niet weten. U heeft nog geen minpuntjes gevonden? Nee. Nou, hou we zo. Ja. Ja? Okay. Doeg. Nou. Bent u blij met Amstelveen? Ja en nee. Nee,
Waarom niet? Een hoop groen, maar voor de rest weinig te beleven. En hoe zou je dat dan willen veranderen? Nou, dat verander ik niet om oude dag, joh. Dat, vroeger was alles beter. Was er meer voor de jeugd te doen. Er is weinig voor de jeugd? Ja, vind ik wel. Vroeger hadden wij altijd wel een uitvlucht of een toevluchtsoord. Maar dat heb je tegenwoordig niet meer. Hoe lang woont u al in Amstelveen? Sinds 1963. Dat is al heel lang? Ja, dat is heel lang. Ja, ja, ja. Ja, en was het vroeger dus heel anders dan nu? Ja, 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 ja. Toen ik jong was. In wat voor opzicht? Nou, toen ik jong was en ik ging niet naar school, dan ging je ergens naartoe. En dan moest je eens je huiswerk maken, anders mocht je niet naar binnen. Mm-hmm. En dat heb je tegenwoordig. Tegenwoordig hangen ze in de parken. Ze willen wel eens vervelend zijn, alhoewel dat ding best meevalt hoor. Maar hè, we moeten eens leren iets meer accepteren. Ja. En dat, dat doen de oudere mensen wat minder. Vind ik. Maar goed, dat is mijn mening. En, wat meer accepteren van elkaar. Bent u blij met Amstelveen? Ik wel, ja. Ja? Ja. Waar word je dan zo blij van? Ik vind het gewoon een leuke stad om hier te wonen. En een lekker winkelcentrum. Op het plein. En, ja. En hoe lang woont u hier al? 27 jaar. En nog steeds helemaal blij? En nog steeds helemaal blij, ja. Is er niet iets wat u zou willen veranderen in Amstelveen? Meer uitgaansgelegenheden. Want je moet nu altijd naar Amsterdam. En waar zou je dat dan willen? Op het plein? Of? Ja, op het plein, ja. Er is al heel wat veranderd door de terrasjes en noem maar op. Vroeger hadden we helemaal niks. Maar... Dank u wel. Alsjeblieft. Doeg, fijne dag verder. Bent u blij met Amstelveen? Dat wel. Ik woon hier heel fijn. Dat is het probleem niet. Maar deze contraire winkels laat veel te wensen over. Ja, hoezo? Nou, de helft van de producten zijn er niet. Als je iets zoekt, dan... ja, we hebben wel dit, maar niet dat. Ja, wat moet je? Daar kan je niks aan doen. Hoe zou het er dan willen veranderen? Nou, dat winkeliers eigenlijk meer inspelen op de vraag van de consument. Ja. Hoe lang woont u hier al? Vanaf 1973. En waarom bent u hierheen verhuisd? Nou, dat is een lang verhaal. Te lang? Nou, nee, maar het is wel vanaf 1973, dus dat is 40 jaar. 40 jaar, vind je? Ja. Maar je bent voor de rest wel blij? Zeker, dus ik heb een fijn huis. En ja, de gemeente, ja, je kan het misschien nog ergens anders beter treffen, dat weet ik niet. Maar ik ben er wel blij mee.